Goedenavond, ik ben Alizé met het Avondjournaal. Op waterkant.net lezen wij, opinie, NDP vertoont toenemend hypocriet gedrag tegenover samenleving. De NDP bekritiseert de transparantie en financiering van de quarantainbrug en andere sleutelkwesties in de relatie tussen Suriname en Guyana. Echter, gezien hun eigen geschiedenis van corruptie en wanbeleid, is deze kritiek niet geloofwaardig. In het verleden, toen onder andere hoefdraadleningen stapelden, werd er geen vraag naar transparantie gesteld. Evenmin toen er dollars, vermoedelijk van de centrale bank, gekocht moesten worden bij Cambio Gotelal of bij de uitgaven van miljoenen aan projecten. De NDP lijkt niet te begrijpen wat samenwerking inhoudt. Hun vraag waarom president Santokki naar Guyana moet voor onderhandelingen over een brug, die grotendeels op Surinaams grondgebied wordt gebouwd, negeert het feit dat Guyanese delegaties ook naar Suriname zijn gekomen. Ze lijken te vergeten dat het volk dictatuur heeft afgewezen. De huidige president en zijn ministers hebben geen veroordeling op hun naam staan en kunnen vrij reizen. Dit brugproject, een samenwerking tussen de Surinaamse en Guyanese regeringen, overstijgt infrastructuur en zal de economische samenwerking tussen beide landen bevorderen. Terwijl de NDP nu om transparantie en verantwoording vraagt, mogen we niet vergeten dat hun eigen regering werd geplaagd door corruptie, financieel wanbeheer en vriendjespolitiek. Besluiten werden genomen zonder maatschappelijk overleg en middelen werden voor persoonlijk gewin gebruikt. Waar is Hoefdraad? Waar is Kromo Sutu? Waar is de gewezen president Bouterse? Laat de NDP deze vragen beantwoorden voor het volk en transparantie geven wat ze hebben uitgehaald. Man sterft langs de weg na verlaten kerk. Op 7 april 2024, rond het middaguur, viel een nog onbekende man dood neer op het looppad langs de Gijsbertusstraat in Suriname. Zijn lichaam werd langs de weg gevonden. Het is gemeld dat hij kort daarvoor een nabijgelegen kerk had bezocht. Nadat hij de plaats had verlaten, zakte hij aan de overkant ineen. De Surinaamse politie is op de hoogte gebracht en verschillende justitiële onderzoekseenheden zijn ingeschakeld. Het is nog niet vastgesteld hoe de man is overleden. Het onderzoek is aan de gang. Fotocredits Waterkant. Drie verdachten snel na beroving van man gearresteerd. Op zaterdagavond 6 april heeft het regio bijstandteam Paramaribo, RBTP, na een melding van een gewapende beroving snel drie verdachten, JM, 18, DG, 24 en DM, 19, in de omgeving van de Tokenstraat in Paramaribo aangehouden. Het trio wordt ervan verdacht, samen met enkele handlangers waarvan één gewapend was met een scherp voorwerp, rond 19 uur een man op de Eldoradolaan ter hoogte van het boysterrein te hebben beroofd van twee iPhones en geld in zowel Amerikaanse dollars als euro's. Het slachtoffer liep schrammen op aan zijn ledematen en zwellingen in het gezicht. Op aanwijzing van het slachtoffer werden drie verdachten in de omgeving van de Tokenstraat opgemerkt en door de medewerkers van het RBTP gearresteerd. De drie verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau waar ze zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de nog voortvluchtige handlangers. Tweede verdachte, 14, van zware mishandeling te Waka-Pasi gearresteerd. Op zaterdagavond 6 april is een tweede verdachte, 14, op een locatie in het resort Paramaribo door leden van het regio bijstandteam, RBTP, van het Korps Politie Suriname gearresteerd. Deze jeugdige verdachte, JB, was betrokken bij een zware mishandeling te Waka-Pasi op maandag 25 maart tijdens de Fagwa-viering. De eerste verdachte was eerder al aangehouden door de politie. JB is vervolgens overgedragen aan de politie van het bureau Munder, die belast is met het onderzoek in deze zaak. Smokkelaar. Automobilist in Henar, Nikkeri, aangehouden met 44 sloffen smokkelsigaretten in auto. Op zaterdag 6 april werd de 33-jarige automobilist F.I. tijdens een routine verkeerscontrole in het resort Henar door de politie van regio West aangehouden. Bij een grondig onderzoek van zijn voertuig werden maar liefst 55 sloffen sigaretten van het merk Tabaka aangetroffen en in beslag genomen. De smokkelaar werd vervolgens naar het politiebureau Henar overgebracht voor verdere verwerking.
Daar kreeg hij de mogelijkheid om de zaak buiten de rechtbank af te handelen door het betalen van een opgelegde boete. Skelet gevonden. Op zaterdagmiddag 6 april meldde een landbouwer telefonisch aan de politie van Zanderij dat hij vermoedelijk menselijke resten had gevonden langs de weg naar Bigipoika. De politie ging ter plaatse voor onderzoek nadat de exacte locatie was doorgegeven. De landbouwer begeleidde de agenten naar de plek waar de resten lagen. De zaak is overgedragen aan de afdeling kapitale delicten van het Korps Politie Suriname voor verder onderzoek. Eindelijk. EBS pakt snel onveilige elektriciteitsmast aan de weg naar zee. Recentelijk uiten bewoners van het resort weg naar zee bezorgdheid over onveilig bevestigde elektriciteitsmasten, een probleem dat in verschillende Surinaamse buurten voorkomt. De energiebedrijven Suriname, EBS, reageerden snel door de betreffende mast te vervangen, waardoor zowel verkeersdeelnemers als omwonenden beter beschermd zijn tegen mogelijke gevaren, zoals elektrocutie en materiële schade. Dit toont de inzet van EBS om potentieel gevaarlijke situaties proactief aan te pakken. Het belang van regelmatig onderhoud en inspectie van elektriciteitsinfrastructuur wordt benadrukt, gezien de risico's die gepaard gaan met onveilige masten. Burgerparticipatie speelt ook een cruciale rol, waarbij gemeenschappen incidenten melden om de veiligheid te waarborgen en instanties in staat te stellen snel te reageren. De acties van EBS in Weg naar Zee illustreren hoe samenwerking tussen gemeenschappen en dienstverlenende instanties positieve resultaten kan opleveren en benadrukt het belang van proactieve maatregelen om veiligheidsnormen te handhaven. Goudzoeker maakt zware val. Goudzoeker in Royal Hill Mine, Rosebel, gewond na val van zo'n 20 meter. Vanochtend ontving het Command Center een verontrustend telefoontje van een goudzoeker die meldde dat een collega in een mijn was gevallen, hevig bloedde en bewusteloos was. Het Command Center informeerde de politie van het politiebureau Braunschweig voor verder onderzoek. Wegens een slechte verbinding kon de beller niet meer worden bereikt, waardoor agenten ter plaatse gingen om de situatie te controleren. Bij aankomst in de Royal Hill Mine troffen ze een jongeman aan, hevig bloedend en bewusteloos op een bank in de mijn. Hij was van een hoogte van ongeveer 20 meter naar beneden gevallen. Zijn identiteit is voorlopig nog onbekend. Meer informatie volgt, aldus de politieregio midden zondagmiddag 7 april. Politieambtenaren die eerder werkzaam waren op de politiepost Langatabiki in Pamaka zijn al 2 maanden afwezig omdat hun overuren nog niet zijn uitbetaald. Dit heeft geleid tot onveiligheidsgevoelens onder de bewoners van het gebied. Districtscommissaris Ozayabini heeft bevestigd dat de politiepost al die tijd onbemand is gebleven vanwege het uitblijven van betalingen aan de agenten. De politiefunctionarissen zijn ontevreden omdat ze kosten moeten voorschieten voor hun detachering naar het gebied, maar deze niet terugkrijgen. Yabini heeft verschillende pogingen ondernomen om contact op te nemen met de autoriteiten, inclusief minister van Justitie Kenneth Amoksi, maar zonder resultaat. Yabini benadrukt dat de afwezigheid van de politie de veiligheid in het gebied in gevaar brengt en dat criminelen vrij spel hebben. Hoewel plaatsvervangend korpschef Melvin Pinas beweert dat het probleem met de overuren is opgelost en dat de agenten terugkeren naar hun post, ontkent Yabini dit. Hij benadrukt dat de agenten pas terugkeren wanneer de betalingen zijn gedaan. NPS-discussieavond te Brokopondo trekt veel aandacht. Een druk bezochte NPS-discussieavond in Brokopondo op vrijdag 5 april werd gemarkeerd door een belangrijke boodschap van NPS-voorzitter Gregory Rusland. Hij benadrukte het belang van correcte informatie over de Afobakka-stuwdam en corrigeerde de misvatting dat NPS verantwoordelijk was voor eventuele overstromingen tijdens de totstandkoming van de dam. Rusland legde uit dat NPS na de verkiezingsoverwinning de reeds in 1957 door gouverneur Johan Ferrie ondertekende overeenkomst moest uitvoeren. Hij verklaarde dat NPS destijds adequaat reageerde op de problemen en nog steeds werkt aan het verbeteren van de leefomstandigheden in Brokopondo. Vergeving werd gevraagd voor eventuele fouten, terwijl Rusland de inzet van NPS voor stabiele en ontwikkelingsgerichte politiek benadrukte.
Het belang van onderwijs en het herstel van normen en waarden in Brok Opondo werden ook besproken door panelleden Sergio Akimboto, Jerry Moima Finisi en Bisay Alida tijdens deze bijeenkomst, gericht op de toekomstige ontwikkeling van het district. Santingrom. Glenn Kakai is officieel ingehuldigd als de nieuwe hoofdkapitein van Santingrom tijdens een ceremonie doordrenkt met traditie en culturele betekenis. De gebeurtenis die gisteren plaatsvond, trok de aandacht vanuit verschillende hoeken van de gemeenschap en het land, met aanwezigheid van prominente figuren zoals leden van de Nationale Assemblée Gachelle Sluisdom en Ronnie Aluma, districtscommissaris Erwin Linga van Bovenkoppename in Sipaliwini, en vertegenwoordigers van zowel DC Wanika Zuidoost als bureau eenheid van het kabinet van de president. Na een periode van leiding door grandman Leslie Valentijn tot aan de ceremonie, heeft Glenn Kakai het stokje overgenomen als hoofdkapitein. Met diep respect en vastberadenheid belooft hij positieve veranderingen door te voeren en de samenwerking binnen de gemeenschap te versterken. De ceremonie werd extra bijzonder gemaakt door de uitreiking van 27 beschikkingen aan nieuwe kapiteins en bazia's, waarmee 6 kapiteins en 21 bazia's officieel werden benoemd. Deze benoemingen symboliseren een belangrijke versterking van het lokale bestuur en de gemeenschapsstructuur in Santingrom. Hoofdkapitein Kakai, gerespecteerd en gesteund door de gemeenschap, heeft al plannen aangekondigd voor belangrijke projecten, waaronder de bouw van een MULO-school in Santingrom. Zijn leiderschap belooft een evenwicht tussen het behoud van de rijke Maroncultuur en het streven naar ontwikkeling en vooruitgang voor de gemeenschap. Dit was het Avondjournaal. Wij zijn morgenochtend weer terug met meer updates. Bedankt voor het kijken, deel, like en abonneer voor dagelijkse nieuwsuitzendingen. Ik ben Karin voor TV 48, Tangboom en voor straks Sribiswitsi.